Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van dit spel. Nee, van Ori and the Blind Forest. Het is eigenlijk even kijken of we nu bij die vulkaan kunnen komen. We hebben wel een idee hoe we daar moeten komen, maar ja, niks is zeker. Zo. Kijk, hier zijn we volgens mij in ieder geval in dit weggetje nog niet eerder geweest. En zo ontdek je natuurlijk steeds... Oeh, daar is nog... Dat is wel de moeite waard om daarheen te proberen te gaan. Oeh, je kan zelfs helemaal in de bomen. Dat was niet eens mijn bedoeling. Kijk, dat is leuk. Oh. Ah. Hier is weer iets. En hieronder ook. Ah, hieronder weet ik wel hoe ik daar moet komen, maar... Tenminste, daar heb ik al een gevoel, maar hier moet er ergens een plek zijn waar ik een hendel over kan halen. Wacht, is die hendel hier niet beneden? Dacht ik me iets van kunnen herinneren. Dan gaan we wel onderlangs. Oh ja, dat was het probleem bij die beesten, ja. Oh, hier is een hendel. Ja, die zal toch niet helemaal daarvoor zijn, daar geloof ik niks van. Nee. Kijk, nice. Dat stukje snap ik even niet. Dat zal wel. We moeten nog verder naar rechts dan. Want hier kun je dus niet verder omhoog. Dan hoop ik dat je daar rechts verder omhoog kan. Oh, maar dat is alleen een shortcut, dus het is niet zo heel spannend. Oké. Okay, nice. Good. Hey, geheime tunnel. Oeh. A life cell. Nice. Je begint te merken dat we redelijk richting het einde van de game komen.
Omdat heel veel dingen opeens mogelijk zijn. Oh, kut. Dat was niet helemaal mijn bedoeling. Laten we naar rechts gaan. Oh. Oh jezus, dit is helemaal early game voor mijn gevoel. Oeh, hoe kom ik daar? Ah, dat is aan de andere kant. Moet ik toch even kijken of ik daar kan komen. Gewoon voor de collectible. Ik ga niet alle collectibles in de game halen. Maar... ja, voor deze die toch soort van voor het grijpen ligt. Nou, schiet even dat ding. Dan kan ik je even killen. Kut. Ah. Het verkeerde knop nu. Dat werkt niet. Oké, er moet dus ergens een hendel zijn. Nee, dat gaat me te lang duren. Dan gaan we gewoon wel door waar we naartoe moeten. Ah ja, hier zijn vulkaanbeestjes, dus dat is alleen maar goed. Hey, life cell, nice. Niet heel onbelangrijk als we die kant op moeten. Auw. Auw, what the fuck gebeurt? Wat gebeurt er? Oké. Okay. Life cell blijkbaar nog niet opgeslagen. Nee, ja, top.
Ik weet niet. Oh, dat is dat ding. Oké. We hebben het overleefd. 7. Oké. Okay. Hieronder is wel zo'n ability ding geval. Dus is interessant, maar... Ik ben benieuwd wat hier eigenlijk verder te zien is. Oh. Een warpoint. Dat is altijd fijn. Yo. Oh, die kunnen wel kapot. Dat is fijn. Oh, dat is heet. Ik ben even benieuwd wat er van ons verwacht wordt. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Ik weet niet zo goed wat de bedoeling is. Oké. Save point. Interessant. Darkness brought them to this forsaken place. Oeh, interessant. Zonnesteen ingepoet. Wajo, geheime tunnel. Nibel's source of warmth. All its glory has burned. Let's be careful. Many of those that entered the place and have never returned. Pam 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 noemen ze dat. Ik ben benieuwd wat de gimmick van Mount Horium nou weer is. The element of warmth is close, but the mountain, it have never seen it this way. Oh, spannend. I have never seen it this way, zei hij natuurlijk. We have come so far, so much has been lost. You can't give up now. We must enter the fray. Oh, ik kan daar niet staan blijkbaar. Interessant.
Wat is de bedoeling? Leg me dan uit wat de bedoeling is. Oh, je kan er nu opeens wel staan. Ik snap er helemaal niks meer van. Wacht, kan ik? Ja, ja. Oké. Ik snap het niet. Ik snap er oprecht helemaal niks van. Misschien iets voor de volgende aflevering. Kan ik even kijken wat ik moet doen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende keer. Adios, amigos.